weduwe van de welhemel geboren heer Abraham Bilet. De Tessa Friese verklaart aan de stad Amsterdam het volgende na te laten. Het dubbele huis aan de Heergracht 605, de gehele inboedel en de haar toehorende stalling aan de Alsterstraat. De laatste bewoonster van het huis aan de Herengracht 605 laat haar woning en de inboedel na aan de stad Amsterdam. Op voorwaarde dat het huis open wordt gesteld voor het publiek. Aan het einde van de 16e eeuw barst Amsterdam uit haar voegen. Er wonen te veel mensen binnen de stadsmuren. Waren er rond het jaar 1514 nog maar 11.000 inwoners? 100 jaar later is dat aantal gegroeid tot maar liefst 100.000. In 1614 besluit het stadsbestuur tot een grootschalige uitbreiding. De eerste uitbreiding, in het begin van de 17e eeuw, vindt plaats in het westelijke deel. In de tweede helft van die eeuw wordt de halve cirkel voltooid. Met deze laatste uitbreiding zal Amsterdam 2 eeuwen lang de groei van de bevolking kunnen opvangen. De brede Heren- en Keizersgracht zijn bedoeld voor kapitaalkrachtige inwoners. Hier wonen de kooplieden, bankiers en bestuurders. In 1664 koopt burgemeester Hendrik Hooft, Belg van een belangrijke Amsterdamse familie, een stuk grond aan het laatste deel van de Herengracht. Daarnaast schaft hij zich grond aan waar het koetshuis en de stallen komen, waarmee het terrein doorloopt van de Herengracht naar de Amstelstraat. Na zijn overlijden laat zijn schoonzoon Jacob Hop een statig en symmetrisch grachtenhuis bouwen. In opdracht van bewoner Willem Gideon Teuns, importeur van suiker, koffie en kwik, vindt de eerste grote verbouwing plaats. De gevel en de toegang tot het huis worden gemoderniseerd naar de smaak van de tijd. Maar de grootste verandering is de aanpassing van het trappenhuis. De brede trappen krijgen vergulde trapleuningen en bovenin komen 3 levensgrote marmeren beelden die samen het oordeel van Paris verbeelden. Na zijn overlijden in 1758 kunnen we uit de boedelbeschrijving een beeld krijgen van de indeling van het huis en zijn verschillende functies. Het souterrain met de keuken en de knechtskamer is grotendeels het domein van het personeel. In de tijd van Deutsch vinden we op deze verdieping ook opslag- en kantoorruimte. Op de beletage, de hoofdverdieping, bevinden zich de representatieve kamers voor de officiële ontvangsten en de eetkamer. Halverwege de trap naar de tweede verdieping leidt een deur naar een klein laag kamertje boven de eetkamer. Deze ruimte is in gebruik als provisiekamer en om er luxe zaken als tafelzilver en porseleinen serviezen te bewaren. Het privéleven van de familie speelt zich vooral af op de tweede verdieping, met slaapkamers en een bibliotheek. Op de derde verdieping vinden we een logeerkamer voor de gasten en slaapvertrekken voor het personeel. Daarboven is de zolder, waar manden met wasgoed, droogrekken, strijktafels, een linnenpers en een mangel staan. De vliering tenslotte wordt gebruikt voor de opslag van turf. Met het hijsrad kunnen zware goederen naar boven of beneden worden gehesen. In 1855 koopt Pieter Holthuizen, een schatrijke koopman in Engelse steenkool en vensterglas, het pand. In 1857 verhuist hij met zijn dochter naar de Herengracht 605. Holthuizen overlijdt kort daarna en laat het huis en een miljoenenerfenis na aan zijn enige kind, Louisa Holthuizen.
Louisa is een vrouw van de wereld. Haar opvoeding genoot ze voor een deel tijdens de vele reizen die ze met haar ouders maakte. In gezelschap van haar vader bezocht ze de belangrijkste musea, kerken en paleizen in de culturele centra van Europa. Volgens de familieoverlevering is ze een afstandelijke vrouw. Haar grootste passie zijn haar huisdieren. Louisa en Abraham zijn allebei 36 jaar oud als ze in het huwelijk treden. Abraham Millet komt uit een welgesteld en kunstzinnig doktersmilieu en de erfenis van zijn vader stelt hem in staat te doen wat hij echt graag wil, kunst verzamelen. Hij is een levensgenieter en is regelmatig te vinden in de kunstenaarssociëteit Arti et Amicitiae en het Amsterdamse uitgaansleven. De representatieve ruimtes op de hoofdverdieping, de beletage, krijgen kort na hun huwelijk een eigentijdse aankleding. De indeling van het huis blijft hetzelfde, maar de donkere, zware, mahoniehouten meubels maken plaats voor een luxe en elegante inrichting naar de laatste Franse mode, de neo-Lodewijk, de 16e stijl. In de mooie salon organiseert het echtpaar regelmatig muziekuitvoeringen, literaire avonden en gekostumeerde bals. Abraham en Louisa zijn allebei kunstliefhebbers. Maar van hen tweeën is vooral Abraham de verzamelaar. Hij heeft een brede belangstelling. Voor zijn huwelijk verzamelt hij veel Franse eigentijdse schilders. Na zijn huwelijk richt hij zich meer op glas, zilver en porselein. Louisa heeft een voorkeur voor fijn geschilderde werken, maar houdt ook van landschappen die met de losse toets zijn geschilderd. In 1888 overlijdt Abraham. Louisa blijft achter met haar personeel en de vele honden en katten. Ze trekt zich terug in haar privévertrekken en na een slepende ziekte overlijdt ook zij in 1895. Kinderen zijn er niet. Zoals gezegd laat Louisa het huis en de inboedel na aan de stad Amsterdam. Op voorwaarde dat het toegankelijk is voor het publiek. Schrijver en journalist Frans Koenen wordt aangesteld als beheerder van het museum. Alleen de mooie kamers op de beletage en de bibliotheek boven worden de moeite van het bezoeken waard gevonden.